Je zou het niet verwachten, maar in ons hotel zit ook boeventuig van het ergste soort. Ook nog. Jo. En deze criminelen zijn op zoek naar een nieuwe manier om geld te gaan verdienen. Tim is de boevenbaas en heeft nu een koptelefoon met harde muziek op zijn hoofd. Hij mag niet horen wat wij nu gaan bespreken. En hier mag u weer wat zeggen. Gele hesjes, geïmpregneerde gele hesjes uit Colombia. En wat zei u nog? Gerecyclede flessen. Uit gerecyclede flessen gemaakte geïmpregneerde gele hesjes uit Colombia. We gaan kijken wat er gebeurt. Roberto. Ja, baas. Kun jij mijn longapparaat even aansluiten? Ik hoor eruit gaan. Beter. Sorry, baas, dat ik een beetje laat... Timon! Maar ik stond in de rij bij de brandstof, bij de tankstation. Ja, natuurlijk. Is moeilijk nu om brandstof te krijgen. Ja, is heel moeilijk. Het is allemaal prijzen. Hoge benzineprijzen. Verschrikkelijk! Ja, dat is rampzalig. Luister, jongens. Ik heb een briljante idee. Ja, daar komen we. Snel. En het heeft te maken met de tankstation. Oké. Okay. Ja. Ja. Wij gaan met z'n drieën, Roberto, Timo, ik, naar een tankstation. Ja. En wij kopen daar alle Haribo drop die er is. Oké. Okay. Haribo. Ja. Die afrolbare rondjes. Ja. Dan wij rollen ze af, snijden ze in kleine stukjes en verkopen ze per stukje aan bejaarden. Ah, de soort, we gaan de drop opnieuw gebruiken. Precies. Oh ja, ik vind die altijd lekker, die roze, die varkdrop. die varkdrop. Varkdrop. Die varkdropjes. Met het... Varkensdrop. Oh ja, dan bedoel ik dat. Van Katja. Maar die is niet handig om op te delen. Nee, dat is... Ik dacht toch, die rollen we af. We kunnen ook niet tankstations op dit moment stimuleren. Dat vind ik onzin. Zeker in deze tijd. Ja, we moeten ze helpen. Precies. Want ze lopen ons allemaal uit te buiten, baas. Natuurlijk. Daar moet toch iets tegen. We moeten er iets aan doen. Hè? Met z'n allen. Ja, maar we gaan dit geld gebruiken om de benzineprijzen weer omlaag te brengen. Hoe dan? Met accents. Acties. Ja, sorry hoor, hij snapt het niet zo goed. En je weet hoe licht ontvlambaar die is. Daar kun je beter iets tegen doen. Ja, wij moeten hem impregneren. Hè? Waarom ben je impregneren? Ja, dat is een heel klein stukje van een heel lang verhaal. Zeker in Parijs bijvoorbeeld zijn ze ontzettend goed in zeggen nee. Met de gele ijsjes, ze roepen allemaal. Nee. Ja. Want dat gaat lekker. Ja, die zijn heel, gaan heel snel in brand. Maar... Tenzij... Die wel. Tenzij je de gele hesjes impregneert. Ja, en misschien moeten we geen nieuwe hesjes kopen. Nee. Wij gaan hesjes niet bij het tankstation kopen. Nee. Dat is niet goed idee. Wij gaan bij de tweedehands winkel. Gaan we op marktplaats. Ja, maar baas, voor je het weet, dan zegt iemand dat het tweedehands is, maar dan is het niet zo, voor je het weet, ben je geflasht. Dat wil je ook niet. Dat je geflasht wordt. Nee, precies. Dat wat geflasht is, dat moet je kapot maken. In hele kleine stukjes, een beetje vuurtje eronder, lekker warm laten worden. En dan... Ja! Dat je hem... Oké, ik ben terug bij de drop. Ik hak hem in kleine stukjes. We moeten hergebruiken. Ja, hergebruiken. Ja. Recyclen. Ja! We moeten maar wat? Goed idee, Bas. We moeten de gele hesjes recyclen. Maken van gerecyclede flessen. Ja. Maar ja, wat vind je zoiets? In Frankrijk. Maar ik ben het meesterbrein. Luister, we gaan verder weg dan een tankstation. Ja, we gaan naar... Misschien bellen met uw grote oude vriend. Tromp. Leeft hij nog? Silvio Berlusconi. Nee. Aan mijn grote oude vriend Sinterklaas. Tony? Wil je verkouden? Ja. Ik ook. Hebben jullie de cocaïne zitten snuiven?
Oh, oké. Ik weet niet eens waar het vandaan komt. Nee. Uit Colombia. Een vark. Wat is de plan, baas? Wat is de plan, baas? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen, baas? We gaan gerecycled glas van flessen gebruiken om gele hesjes te maken. Wat voor de vark. Wat voor gele hesjes? Geïmpregneerde gele hesjes voor de vark. Uit Colombia.